Prosper. Waarom wordt iemand organist? Waarom wordt iemand organist? Omdat hij gek is op het instrument. En wanneer ontdekte je dat? Heel lang geleden, toen ik nog heel klein was. Ik kan me herinneren dat ik aan de radio gekluisterd zat om naar de uitzendingen van Piet van Egmond te luisteren op maandagavond om 6 uur. Terwijl mijn vader per se het nieuws wilde horen, dus het was regelmatig ruzie. Maar ja, ik had geen kerkelijke achtergrond, dus het was mijn enige contact met het orgel. Vreemd genoeg is dat instrument mij ontzettend gaan boeien. En heb ik het uiteindelijk ook leren bespelen. En je speelt nu de Sterren van de Hemel. Ging dat snel? Nou, dat ging niet. Echt gek. Ik heb 2 jaar les gehad op een gegeven moment. Toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Want ik was redelijk ambitieus. Terwijl iedereen dat mij afraadde. Van je moet een echte studie gaan doen. Maar ik heb het allebei gedaan. En toch heeft dus de conservatoriumleraar gezegd. Van nou, je zal best wel leren. Maar je zal dus nooit een ster worden. Dus ga het lekker voor je hobby doen. Of ga schoolmuziek doen. Nou, dat laatste had ik geen zin in. Dus ik ben een andere studie gaan doen, maar ik ben wel blijven orgelstuderen. Heel veel zelfs. Nu zijn er verschillende orgels, allerlei soorten en maten. Hier heb je een beroemd orgel in Brouwershaven, in Zierikzee staat er eentje. Enfin, op het eiland vinden we van alles en nog wat aan verschillende soorten. Ken je ze ook allemaal? Ja, ik heb inderdaad laatst tegen iemand opgeschept. Ik heb alle orgels van Schouwen-Duiveland wel een keer bespeeld. En welke bespeel je nu het lekkerst? Ja... Dan ben ik toch chauvinistisch en hoef ik al maar naar boven te kijken. En dan zeg ik van nou, dit orgel speelt gewoon het lekkerste. Omdat ja, je hele touché richt zich naar dit instrument. En je leert het instrument van A tot Z kennen. Dus de zwakke en de vooral sterke plekken. En dus ben je het meest vertrouwd met dit instrument. Prosper, deuren naar licht. Vaak is orgelmuziek het eerste wat mensen horen als ze de kerk binnenkomen. Geeft dat voor jou iets speciaals aan je orgelspel? Nou, niet dat feit op zich. Waar ik wel voor wil zorg dragen is dat er een goede sfeer hangt, muzikaal gezien, bij de aanvang van de dienst. Dus ik kies altijd wat ik speel voor de dienst zorgvuldig uit. Dat stem ik af op wat er in die dienst aan de hand is. Prosper in Zierik zingt met als thema Deuren naar licht. Vraag ik ook aan jou. Wat is voor jou een mooi lied wat we hierna gaan zingen? Wat vind jij toepasselijk mooi? Ik vind de lofzang van Maria altijd een heel indrukwekkend lied. Een lied waarin een mens... toch klein is, maar niet zo klein dat ze dan toch in staat is om de lofzang tot God te zingen. Waarom? Omdat zij de boodschap heeft te horen gekregen dat zij een kind zal baren. En dat is dus het kind wat de verlos van de wereld is gaan worden. Onze deur naar licht. Dat is inderdaad onze deur naar licht. Jazeker. Ja. En zou je die voor ons hier in Brouwershaven in de Sint-Nicolaaskerk willen spelen alsjeblieft? Ja, dat wil ik doen.